We hebben 1000 kilometer gereden en toen kwamen we aan in Altenmarkt. En vanaf Altenmarkt hebben we een slingerweg omhoog gevolgd. En toen kwamen we in Saugenzee aan. Saugenzee in Ski Amadee. En daar gaan we vandaag skiën. Ze hebben hier 44 kilometer aan pistes. Dat is niet heel groot, maar ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het groot genoeg is om je een week te vermaken. Zeker als je het combineert met Vlakke Winkel en Klein Arrel. Al de pistes liggen om het dorp heen en dat maakt het heel erg overzichtelijk. Saugenzee is een van de hoogst gelegen gebieden van Ski Amadee. Het ligt namelijk op 2188 meter. En wanneer het bijvoorbeeld in Altenmarkt regent, rij dan omhoog, want dan is de kans groot dat het hierboven aan het sneeuwen is. Bij de Roskophutte zijn. Die zit bij de Blauwe 2 en die kan je niet alleen heel lekker eten, die komen ook regelmatig lijfbandjes. In elk gebiedsfilmpje geef ik jullie een leuke tip over een afdaling die je een keer moet skiën. Maar hier in Saugenzee kom ik al 20 jaar en je hebt hier zoveel leuke afdalingen dat ik niet kan kiezen. Dus ik zet de leukste afdaling voor jullie op een rijtje. Deze is lang en breed en die kan je heerlijk overheen cruisen. De afdaling die je zeker een keer moet skiën, dat is de Rode 5. Dit is namelijk een World Cup afdaling en je kan hem voor een heel groot deel skiën. Het is een pittige afdaling met heel veel bochten. Het eerste deel kan je niet skiën, want dat is echt veel te zwaar. Alleen maar voor de echte wedstrijdskiers en die gaan hier met het liftje omhoog. De Blauwe L. Deze zit verstopt en om weer terug omhoog te komen moet je een sleeplift gebruiken. En daardoor komt hij bijna niemand, maar is echt heerlijk om te skiën. Ik ben al jaren fan van Saugenzee en dat komt omdat het sneeuwzeker is. Het is heel erg overzichtelijk. Je kan afdalingen vinden met pit, maar je kan ook lekker rustig aandoen. Ik vind het echt een topgebied.